In deze module gaan we het hebben over scenarioplanning. Een scenario, dat is feitelijk een verhaal dat de perceptie over toekomstige omstandigheden structureert. Hierdoor zijn beslissers beter in staat om zich een beeld te vormen van de mogelijke uitkomsten van de toekomst en daardoor kunnen ze een beter besluit nemen. Bijvoorbeeld, we kunnen de toekomst beschouwen. Stel dat er doorbraaktechnologie beschikbaar komt of er komt geen doorbraaktechnologie beschikbaar. Daarnaast zou de economie een stijgende lijn dan wel een dalende lijn kunnen hebben. Dit brengt ons in dit geval, dit voorbeeld, op 4 verschillende scenario's. In de project- en programmaomgeving vinden we scenario's bij investeringsbesluiten handig, bij het bepalen welke project- of programmastrategie we kiezen, bij risicomanagement en natuurlijk ook vinden we dit veelvoudig voor bij crisismanagement. De eenvoudige varianten van scenario-planning vinden we bij de technieken de gap-analyse, de what-if-analyse en de worst-case. De uitgebreidere vormen van scenario-planning is het diepgaand ontwikkelen van scenario's en op basis daarvan plannen. We gaan ze alle 4 even bekijken. Een van de simpelste is te kijken naar de meest gunstige prognose, de meest waarschijnlijke en de meest ongunstige. Good, average, poor. We noemen dit gap scenario's. Dit geeft een goed inzicht in de onzekerheid die we op ons programma of ons project hebben. De what-if-analyse kunnen we bijvoorbeeld doen wanneer we een goed planningsnetwerk, een planningsmodel in onze planningssoftware hebben gedaan. Hier zien we een project met 5 activiteiten, A tot en met E. We zien al heel duidelijk het kritieke pad en we vragen ons af wat zou er nu gebeuren met dit project wanneer we meer mensen in gaan zetten op activiteit B. En hier hebben we dat gedaan. We hebben naast George ook Jim op activiteit B gezet. En we zien onmiddellijk hoe dit de planning van het project verandert. Dit stelt ons in staat, maar dat lukt alleen als je gewoon een goed planningsnetwerk, een goed planningsmodel in je planningssoftware hebt zitten. Dit stelt je in staat om de zogenaamde what-if analysis te doen. Je ontwikkelt dan verschillende opties en je kan dan uit al die verschillende opties kiezen welke de beste is. Een worst case scenario is, het woord zegt het al, de situatie waarin alles misgaat. Bijvoorbeeld in ons voorbeeldproject, wat als George en John ziek zijn en er geen vervangers te regelen zijn? Wat betekent dat dan voor het project of het programma? We kijken nu naar de wat uitgebreidere vorm van scenarioplanning. Dit zijn 6 stappen. Eerst definiëren we het te nemen besluit. We gaan dan op zoek naar de ontbrekende informatie en identificeren de externe krachten. We bepalen de mogelijke scenario's, selecteren en verdiepen de voornaamste scenario's en interpreteren die. Ik ga dit nu wat verder uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld dat we nemen is een strategisch programma voor een ziekenhuis. De directie vraagt zich af, moeten wij nu inzetten op buurtgezondheidscentra, specialisatie en of moeten we investeerders aantrekken? Dit is de eerste stap die we nemen. Welk besluit willen we nemen? De volgende stap in de scenarioplanning is te bepalen welke informatie er ontbreekt om een goed besluit te nemen. Bijvoorbeeld, welke keuzes gaat de politiek nemen? En in welke mate gaan andere ziekenhuizen met ons concurreren? Welke wetenschappelijke doorbraken kunnen we nog verwachten? Dan kijken we naar de externe krachten.
We onderkennen er in deze situatie, dit voorbeeld, vier verschillende. De toenemende roep om transparantie en kwaliteit. De druk om het aanbod aan te passen aan de veranderende vraag. Druk op grotere doelmatigheid van de ziekenhuizen. En tot slot toenemende problemen met betrekking tot de financiering. We gaan deze externe krachten nu tegen elkaar afzetten. Zo kijken we naar de matige, dan wel sterke toename van de roep om transparantie en kwaliteit. Brengen we de volgende kracht daarop aan, matige druk om het aanbod aan te passen ten opzichte van een grote druk. Nu komt de volgende, een toenemende problemen met de financiering, al dan niet, of we kunnen juist bezuinigingen realiseren waardoor dit probleem zich niet voordoet. En tot slot hebben we een sterke toename in de druk op doelmatigheid, of juist een matige. In totaal brengt ons dat op 16 verschillende scenario's. Na een diepgaande discussie komen we op 4 scenario's uit die voor onze situatie van belang zijn. 3, 4, 7 en 8. We zijn hiertoe gekomen door na te denken over zijn de scenario's aannemelijk? Zijn ze echt verschillend van elkaar? Zijn ze intern consistent? Zit er geen tegenspraak in? Zijn ze nuttig? Helpen ze bij de besluitvorming, maar ook zijn ze uitdagend, zodat we niet doorgaan in het patroon waar we al bezig zijn, maar juist onze mogelijkheden enigszins oprekken. Dan komen we op de laatste stap. De verschillende scenario's moeten we interpreteren, dan wel in het licht van de oorspronkelijke beslissing die we willen nemen. Waar moeten wij op inzetten? Het interpreteren doen we als volgt in 5 stappen. Lees elke scenariobeschrijving. Laat deze op je inwerken. Beoordeel de implicaties van dat scenario. Identificeer een strategie en de kansen en de bedreigingen die bij dit specifieke scenario horen. Evalueer de impact van het scenario op de organisatiedoelen. En dan bepaal projecten binnen het programma of activiteiten en een strategie binnen het project. In het geval van ons ziekenhuis heeft men besloten om zich te specialiseren in hart- en vaatziekten en een investeerder te zoeken die kan helpen om fondsen vrij te maken om een competitief preventiesysteem op te zetten.